Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ina, je suis le prof de français du lycée et je vais vous expliquer le PTA du VMBOT. In het eindexamen van het VMBOT Frans leggen we per periode de focus op één van de vaardigheden. In periode 1 is dat schrijven, in periode 2 is dat kijken en luisteren. En in periode 3 is dat spreken. Aan het einde van elke periode volgt er een schoolexamen over deze vaardigheid en elk schoolexamen telt 30 keer mee. Omdat het eindexamen helemaal uit leesvaardigheid bestaat, trainen we het hele jaar leesvaardigheid en zorgen we ervoor dat de woordenschat op niveau komt. Het hele jaar legt de leerling ook een portfolio leesvaardigheid aan. Dat bestaat uit 3 delen per periode, 1 deel. Dat levert 3 cijfers op. Het gemiddelde van die 3 telt 10 keer mee voor het schoolexamen. Nou, als je dit verhaal in een PTA zet, dan ziet het er als volgt uit. Voilà. Ik hoop dat het een beetje helder is. En merci et bon courage.